Vandaag zijn we weer in de MFA in de Veluwe. We zijn hier vandaag eigenlijk bij Mooiland on Tour. En met Mooiland on Tour gaan we de wijken in, gaan we laten zien wat Mooiland eigenlijk allemaal in huis heeft, wat we kunnen betekenen. Het belang van het herinschrijven aan mensen uitleggen. De meeste woningen schrijven we toe op inschrijfduur namelijk. En is het belangrijk om ingeschreven te staan. Daarnaast zijn we vandaag hier, is de gemeente Land van Kuik aanwezig. De brandweer is er, Socium is er, we hebben BBO Plus, Verder Lietz, de hobbyclub. Dus eigenlijk een huurdersbelangenvereniging ook nog. Dus eigenlijk allerlei extra partijen waar wij mee samenwerken. Waarom is dit georganiseerd eigenlijk? Wij vinden het belangrijk bij Mooiland om ons gezicht in de wijken te laten zien. Om naar de mensen toe te gaan en niet alleen op kantoor te blijven. En door met Mooiland on Tour eigenlijk naar verschillende plaatsen toe te gaan. Zorgen we dat het voor de mensen makkelijker is om ons te bereiken. Er zijn veel huurders hier in de wijk van jullie? Ja, er zijn veel huurders hier in de wijk, maar niet alleen mensen uit de wijk komen. Er komen ook mensen verder uit Kuik, uit andere plaatsen. En ook zeker mensen die nog geen huurder bij ons zijn, dus die nog niet ingeschreven staan. Dus het is heel belangrijk om hier naartoe te komen of ergens anders. Want sta je niet ingeschreven bij Mooiland en je wil verhuizen, dan wordt het moeilijk? Dan wordt het heel lastig, ja. Ja, klopt. De meeste woningen, zoals ik net ook zei, wijzen we toe op inschrijfduur. En het is altijd goed, direct ook als je een woning hebt gekregen, schrijf je opnieuw weer in, zodra dat kan. Dat kan als het huurcontract getekend is. En dan ga je weer een nieuwe inschrijftijd opbouwen voor jaren later, als je het misschien wel nodig hebt. En inschrijven is gratis, dus waarom niet? Maar nu zijn er misschien mensen die denken, ja, maar ik hoef voorlopig helemaal geen andere woning. Of ik kom toch niet in aanmerking, want ik verdien te veel. Of ik verdien te weinig. Wat kun je die mensen adviseren dan? Ik blijf benadrukken, inschrijven is belangrijk. Elke situatie kan veranderen. Je kunt samen verhuizen, je kunt plots alleen verhuizen, je kunt weer opnieuw samen gaan verhuizen. Het inkomen kan omhoog, kan naar beneden. Pas op het moment dat je echt daadwerkelijk op een woning gaat reageren, is dat van belang. Maar we hebben ook onze heren van het opluspakket vandaag meegenomen. Die maken eigenlijk alles in de woning wat net wat makkelijker om wat langer thuis te kunnen blijven wonen. Want dat is toch waar we naartoe gaan. Allemaal zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ja. Dus het is niet alleen een woning krijgen van jullie, het is ook alles eromheen. Als je er werkelijk woont, tips en zo. Zeker tips over verduurzaming, maar ook tips. Er zijn hier ook collega's die bijvoorbeeld een reparatieverzoek kunnen aannemen. Voor mensen die dat lastig vinden om dat via de computer te doen. Juist ook zeker zijn we hier vandaag voor mensen die de computer wat lastiger nog vinden. Maar er zijn ook wijkconsulenten die het gezicht zijn in de wijk. Als er bijvoorbeeld een situatie met de buren is of iets anders. Dus eigenlijk van alles waar je normaal Mooiland voor zou kunnen bellen, zijn we er nou in het echt. En die mensen die nu dit filmpje zien, die denken, oh, was ik daar maar bij geweest? Hoe lossen we dat op? Dat kan. Nou, hou dan vooral mooiland.nl/activiteiten in de gaten. Daar zetten we alle on-tours die in de toekomst weer gaan komen op. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Succes. Hoi. Ik ben al een keer bij u geweest. En een van de mensen die we hier ook weer tegenkomen, is iemand die alles weet van de Veluwe. Tenminste, zij heeft er gewoond. Hallo Hilly. Hallo Ellie. Je bent weer een beetje terug op het oude honk, om het zo maar te zeggen. Ja, dat klopt. Terug op het oude nest inderdaad. Sinds 1 april ben ik begonnen als gebiedsmakelaar voor de gemeente Land van Kuik. En gebiedsmakelaar? Gebiedsmakelaar. Ja, nou denk jij misschien meteen aan huizen kopen of verkopen. Dat is wat eigenlijk normaal gesproken als eerste naar boven komt. Nee, in dit geval wordt het woord makelaar gebruiken we meer voor om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Dus dat is eigenlijk ook wat mijn functie inhoudt. Het bij elkaar brengen van vragen van inwoners naar de juiste persoon bij de gemeente. En dan gaat het bij ons met name om inwonersgroepen. He, dus bijvoorbeeld dit jaar zijn we gestart met de subsidie voor kerndemocratie en inwonersinitiatieven. Vanuit de gemeente wordt er per gebied van wijk- en dorpsraden een budget van €7.500 beschikbaar gesteld. Daar kunnen inwonersgroepen die een goed idee voor hun wijk hebben, die kunnen er iets voor insturen. En wij gaan er dan ook als gebiedsmakelaar mee aan de slag om te kijken, is het haalbaar? Hoe kunnen we het ondersteunen? En misschien kunnen we het ook gewoon door laten gaan. Ja. En hoe kunnen mensen terechtkomen bij jou? Waar ben je te vinden?
Nou, sowieso, als je het algemene nummer van de gemeente belt en je vraagt naar de gebiedsmakelaars, dan kom je automatisch bij of mij of een van mijn 5 collega's uit. Hè, want er zijn nog 5 andere gebiedsmakelaars voor het hele land Verkuik. Ja, verder staat er bij ons op de website van de Land Verkuik staat er ook een pagina over de gebiedsteams. En daar staat ook heel helder uitgelegd per welk gebied, wie jouw gebiedsmakelaar is en de gebiedswethouder. Dat staat er ook meteen bij vermeld. Ja. Dus hebben mensen een leuk idee wat echt zinvol is voor de wijk, voor de gemeente, dan moeten ze contact zoeken. Dat sowieso, maar ook als je andere vragen hebt die samenhangen met het wonen in jouw buurt. Neem vooral contact op, graag zelfs. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Graag gedaan. Het leuke is, we hebben een nieuwe wijkagent en jij bent Linda van Astenberg. Linda, je bent onze nieuwe wijkagent, hè? Ja, klopt. Inmiddels nu een paar maanden. Ik was hiervoor de wijkagent van de oude Kuikse kerkdorpen. De 6 oude kerkdorpjes. Daarna ben ik de wijkagent van de Valuwe geworden. Met daarbij Sint Agatha en Vianen. Nu, dat is ook weer gewisseld. En nu ben ik alleen nog de wijkagent van deze mooie wijk. Dus om onze mooie nieuwe wijk zo mooi te houden, kunnen we jou inschakelen? Ja, absoluut. Wanneer? Wanneer komen we naar jou toe? Je mag altijd naar mij komen, want dat vind ik gezellig, sowieso. Maar heb je overlast van, bedenk het. In welke zin dan ook, ik hoor het graag. Of het bij ons als politie past, weet ik niet. Zijn het de vuilniszakken die te vroeg aan de straat gezet worden, dan zeg ik, nou, dat is niet voor ons. Hè, dan moet je vooral bij de gemeente voor zijn. Maar heb je overlast van je buren? En heb je niks met mooi land van doen, heb je een koopwoning, dan kom je bij ons. En als het excessen zijn, kunnen we samen kijken, kunnen we er iets aan doen. Heb je parkeeroverlast, ben je weer bij de gemeente. Wil je een praatje, zit je met problemen, heb je... Noem het op, ik hoor het graag. En kun jij niet helpen, dan stuur je mensen door naar de goede plek. Nou ja, dat is inderdaad wat wij heel veel doen. Hè. Wij zijn vaak de schakel tussen... Mooi land, gemeente, Socium, hè, die is hier ook aanwezig, buurtbemiddeling, noem het maar op. Vaak zijn wij degene die mensen hè, op de juiste plek in kan schakelen. Dus ja. Nu hebben we ook een wijkmeester hier. Lopen jullie elkaar niet in de weg dan? Nee, absoluut niet. Nee, Peter die zit echt, hè, die zit tot in de haarvaten denk ik van de wijk. Die zit hier ook al ontzettend lang. Iedereen kent Peter. Peter is makkelijk benaderbaar. Maar hebben we je nodig? Niet met spoed natuurlijk, maar hebben we je verder nodig? Hoe ben je dan bereikbaar? 0900 8844, dan heb je het landelijk politienummer. Kun je een terugbelverzoek voor de wijkagent van de Valuwe achterlaten. Of via internet, politie.nl. Kun je kijken wie is mijn wijkagent. Dan kun je via internet een berichtje voor me achterlaten. Krijg ik hem in de mail en dan kan ik daarop reageren. Neem ik contact met je op. Ja. Nou, klinkt makkelijk. Dankjewel. Het is ook heel makkelijk. En anders kan het, want het gebeurt ook nog wel eens ooit, dat het via Peter gaat. Dat Peter aan mij vraagt van, goh, Jan Jansen, die zou graag willen dat je contact met hem opneemt. Dan komt dat ook goed, want Peter en ik hebben vrij veel contact met elkaar. Dus kan ook. Dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. Ik hoop iedereen snel een keer te zien en te spreken. Ja, en er is nog veel meer vandaag. Er is bijvoorbeeld ook een informatiepunt van de BIEB en zo. En hier heb ik ook nog iets. Iets met ideeën, iets met mooi land. Ja. Vertel. Wij zijn van het Buurt Ideeënfonds. We hebben binnen Mooiland een werkgroep. Daar kunnen mensen de ideeën voor hun buurt voor aangeven. Dan hebben we budget. En wij komen één keer in de maand bij elkaar. En ik ben de buurtverbinder van Mooiland. En ik doe dat samen met 6 huurders. En we zitten eigenlijk te lobbyen om zoveel mogelijk ideeën te krijgen. Want we vinden het heel belangrijk dat mensen prettig wonen. En wat voor ideeën? Bijvoorbeeld, waar heb je het dan over? Als je echt in een buurt, dan kan het ooit zijn dat de mensen denken van... laten we eens even met z'n allen gezellig bij elkaar komen. Dus het kan zijn dat ze een partytent aanvragen, dat ze zeker weten dat ze droog zitten. Met daarbij een begroting hebben gemaakt voor bijvoorbeeld een kopje koffie en een gebakje of noem het maar op. Daar dienen ze dan een begroting van in. We hebben ook al moestuinen, tuintjes en al grotere tuinen. We hebben bij een ouderencomplex in Herpen een bankje neergezet. Dan kunnen ze lekker buiten gezeten buurt. Hè? Dat noemen ze dan een Herpen liegenbankje. Zulke dingen allemaal.
En we hebben nog meer, ja, nieuwjaarsborrels, barbecues bij de vakanties. Als de vakanties beginnen, als de scholen uit zijn, er komen zoveel verschillende ideeën voorbij. Dat je echt ooit zoiets hebt van, dat kan ook nog. Ja, maar nu kan ik bedenken van, dat is leuk, ik ga een barbecue of zoiets organiseren. En dan roep ik richting Mooiland van, hey, geef eens geld. Ja, nee, het moet aangevraagd worden. Ah, jammer. Nee, en het werkt wel anders. Wij kijken, en dan zit ik natuurlijk ook voorbij van, goh, gaat het om huurders? Hè? Gaat het om meerdere huurders? Want alleen met de buurman een feestje, ja, dat gaan we niet bekostigen. En wat we ook heel belangrijk vinden, de initiatieven die wij krijgen, die bespreek ik met de wijkconsulenten, de mensen in de wijk. En ik leg daar lijntjes mee, omdat het gewoon belangrijk is dat mensen gestimuleerd blijven om iets te organiseren. Dus ik zeg altijd, wij dragen bij. Wij doen een eerste aanzet en daarna hoop je dat mensen zelf jaarlijks misschien iets organiseren en er iets mee verder kunnen gaan. Ja. Hoe zijn jullie te bereiken? Wij zijn sowieso te bereiken als je naar Mooiland belt, hè, en vraagt van, ik wil iets voor de buurt organiseren. Dan krijg je meestal mij aan de telefoon of de wijkconsulenten. Op onze website staat ook alle informatie. Er staat ook de informatie hoe je het aan moet vragen. En als het mensen zelf niet lukt, dan komen we gewoon helpen. Dus heel laagdrempelig zijn wij te benaderen. Ja. Dankjewel voor jullie tijd. Ja, graag gedaan. Dankjewel.